Yo guys, welkom in deze video. Vandaag gaan we grove moppen opzoeken op het internet. Ik heb een beetje ontspanning nodig, dus ja, daarom ga ik wat grove moppen opzoeken. Iedereen is altijd zo van, oh, je moet echt niet lachen met grove moppen. Maar iedereen weet dat dat de beste moppen zijn. Dus oké, ik heb hier een site gevonden. Dus ja, grove moppen 1 tot 10. Oké, ja, ik heb net de eerste mop voorgelezen en die was echt niet grappig. Dus ik ga al direct naar de tweede mop. Bruiloften waren altijd vervelend. Er waren altijd oude dames, ouders en oudere mensen die mij op de schouder klopten en met een grijns zeiden: jij bent de volgende. Dat doen ze niet meer sinds ik hetzelfde bij ging doen op begrafenissen. Oké. Een man ging naar een biecht en zei tegen de priester: vader, vergeef me. Ik heb gezondigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heb ik iets slechts gedaan. Wat heb je gedaan? Ik heb een onderduiker en schuilplek in mijn loft. Dat is geen zonde, maar een goede daad. Maar ik liet hem alle huur betalen. Dat was niet zo aardig van je, maar je riskeerde je leven, dus het is je vergeven. Dank je, vader. Ik heb wel nog een vraag. Ja? Moet ik hem vertellen dat de oorlog voorbij is? Wat zeg je tegen een vrouw die helemaal bont en blauw is geslagen en die zwaar is toegetakeld? Ga je nu luisteren. What the fuck? De priester belde de politie omdat er een dood varken voor de kerk lag. Toen de politie aankwam, waren er nogal geërgerd dat zij het moeten oplossen. Een van de agenten zei nogal sarcastisch tegen de priester: het is wel heel erg belangrijk voor de maatschappij dat we hier tijd aan besteden. Ja, ik heb zo snel mogelijk gebeld, zei de priester. Ik dacht dat priesters voor doden zorgden. Dat doen we inderdaad, maar we stellen eerst familie op de hoogte. Oeh. Oké, okay. Dat was goed. Een man had een lekke band en belde zijn vriend. Ik heb een lekke band, kan je me even helpen? Krijg je dat voor elkaar? Ik ben over een fles wodka gereden. Wodka, wauw. Ik ben over een fles vodka gereden. Dat is nogal dom, hoe kon je dit niet zien? Die verdomde Rus had hem in zijn zak. What the fuck? Er was eens een man die gek was op voetbal. Hij vroeg zich ineens af of er ook een voetbal zou zijn in de hemel. Hij besloot aan een priester te vragen, dus hij ging op bezoek bij de priester en vroeg: weet je of ik kan voetballen in de hemel? De priester zei: ik zal het aan God vragen. Als je over een paar dagen terugkomt, heb ik een antwoord voor je. Een paar dagen later kwam de man terug om te kijken of de priester een antwoord had. Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws, zei de priester. Oké, geef me dan eerst maar het goede nieuws. Er is voetbal in de hemel. Nou, daar ben ik blij mee. Maar wat slechte nieuws? Hij speelt zaterdag in hun team. Oh. Oh. De deurbel gaat. Hallo, ik ben aan het collecteren voor het bejaardenhuis. Ah, een moment, dan mag je mijn schoonmoeder meenemen. Allee, man. Het zijn ook grove moppen natuurlijk. Ik heb expres grove moppen opgezocht. Een chagrijnige vrouw loopt het kantoor van haar baas binnen. Kan je tegen Bill zeggen dat hij ophoudt met die seksuele opmerkingen? Wat heeft hij gedaan? Hij zegt dat mijn haar lekker ruikt. Is dat niet juist goed? Nee, het is seksuele intimidatie. Hoe kan dat nou? Hij is een dwerg. Daar zou ik echt nooit op gekomen zijn. Moet je echt creatief zijn. De man die levensverzekeringen verkoopt, praat tegen een klant. Je moet niet bang laten maken door wat ik zeg. Dus je kan beter wat tijd nemen om na te denken. Bel morgenochtend maar als je wakker bent. Als je wakker wordt, tenminste. Ja, die was echt gewoon totaal gewoon echt niet grappig. Dat was echt gewoon niet eens een grijns op mijn gezicht. Elke mop gaf een grijns op mijn gezicht, maar deze echt gewoon niet. Twee mannen zijn in de jungle. Eén van de twee loopt een stukje van het pad af om te pissen. Waar hij ineens in zijn lul gebeten wordt. Kerel. Hele, wat is er gebeurd? Een giftige slang heeft in mijn lul gebeten. Zijn maat belt alarmnummer. In een jungle, oké. En zij vertellen hem dat er niet op tijd zijn en dat hij 5 minuten heeft om het gif eruit te zuigen. Wat zeiden ze? Dat je over 5 minuten dood bent. Oké, die was leuk. De meisjes uit de brugklas maken zich klaar voor de kerkdienst. De priester zei dat ze zich moeten wassen met heilig water als ze een penis hebben aangeraakt. Oké, dan. Het eerste meisje komt naar voren en zegt dat ze een penis heeft aangeraakt met haar vinger.
en wast haar vinger in het heilige water. Dan komt een tweede meisje aan de beurt die een penis heeft aangeraakt met haar hele hand. En dus haar hele hand wast in het heilige water. Dan komt een derde meisje snel naar voren en de priester vraagt haar waarom ze zo'n haast heeft. Dat ik mijn mond moet spoelen met heilig water. En dat ga ik doen voordat Louise haar kont wast. Nee, man. Oké, die was... ja, sorry, die was echt... Maar hier ga ik de video bij afstaan. Dus vond je de video leuk? Dat was een beetje een aparte video, een beetje een kortere video. Als het goed is, komt volgende week elke dag een weekvideo online. En ja, dat is waar. Ik ging maandag, woensdag en vrijdag uploaden. Maar volgende week komt er elke weekdag een video. Dus ja, vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Wil je meer van deze video's zien? Laat dan zeker een like achter. En dan zeg ik, ciao.